De Surinaamse brouwerij NV krijgt een modern hoofdkantoor. Hiertoe is bij de viering van 45 jaar revidentie op woensdag 25 november symbolisch de eerste steen gelegd. Bij dit heugelijk feit waren de minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, als ook zijn collega Stef Blok van het Koninkrijk der Nederlanden aanwezig. Beide functionarissen hadden de eer om een steen te leggen. Minister Ramdien zegt dat het stimuleren van ondernemerschap past binnen het beleid van de regering. We zijn hier op het emplacement van de Parbobi Brouwerij, een van de oudste bedrijven in Suriname. Dus in dat opzicht, alhoewel het voor een groot deel aan eigenaar is van eigendom is van Amstelbier Brouwerij in Amsterdam en Heineken dus. Het is toch nog een Surinaams bedrijf, al meer dan bijna 60 jaar. We zijn hier vandaag om de eerste steenlegging te doen, symbolisch, van het nieuwe kantoorgebouw dat ze willen bouwen. En dat gaat ongeveer 4 miljoen kosten, dus dat vinden we ook prettig, dat er een stukje investering wordt gedaan, een stukje modernisering. Dat past in het beleid van de overheid, van de nieuwe regering, om het bedrijfsleven zoveel mogelijk te stimuleren. En dat dit soort bedrijven toch doorgaan het vertrouwen te hebben in de Surinaamse economie, in Suriname zelf, en hier blijven. Ze hadden evengoed in de slechte tijden weg kunnen gaan. Dat hebben ze niet gedaan. Het is een van de weinige bedrijven die gebleven is onder moeilijke omstandigheden. En dat waarderen we wel. En vandaar dat ik hier ben vandaag om mee te helpen dat heugelijk moment van, ja, symbolisch, want er waren meer stenen daar al gelegd, om daarbij te zijn, samen met de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken.